Yeah Incubator uit Groningen is genomineerd voor de European Enterprise Award. Een prijs die uitgereikt wordt door de Europese Commissie als beloning voor initiatieven die ondernemerschap stimuleren. Een van de oprichters van Yeah is Niek Huizinga. Met zijn collega's begeleidt hij vanuit het hoofdkwartier de activiteiten in 3 steden: Groningen, Assen en Emmen. Yeah is een bedrijf dat staat voor Young Entrepreneurs Are Here. Wat wij doen, wij bieden startondernemers huisvesting. We bieden ze guiding, dus we verwijzen ze naar de juiste personen en organisaties waar ze ondersteuning kunnen krijgen. En daarnaast zijn wij ook een organisatie dat zich bezighoudt met allerlei projecten op het gebied van innovatie en ondernemerschap. Nou, onze toekomstplannen zijn, we hebben afgelopen jaar onze activiteiten uitgebreid. We zijn dus begonnen als incubator, het bieden van faciliteiten en een stuk advies aan startende bedrijven. Inmiddels worden wij ook ingehuurd voor innovatieprojecten, zowel noordelijke innovatieprojecten als landelijke innovatieprojecten. En we zijn recentelijk ook bezig om onderwijsmodules te ontwikkelen op het gebied van ondernemerschap. En we hebben een aantal projecten in ontwikkelingslanden waar wij ook werken aan het onderwerp ondernemerschap. De nominatie voor de European Enterprise Award was voor Huizinga en zijn collega's een mooi stukje gratis reclame. Concreet voor ons heeft het dan opgeleverd dat heel veel partijen waar wij mee samenwerken, klanten van ons, maar ook andere samenwerkingspartners en de ondernemers, die zijn goed bezig. Europese erkenning en dat heeft ook weer geleid tot weer nieuwe contacten en ook weer nieuwe contracten voor opdrachten. Nou, mijn tip is, ga vooral eens kijken van of je je in wil schrijven. Aan de ene kant biedt het goede contacten, zowel op Europees niveau, maar ook voor je eigen PR in het land werkt het gewoon heel erg goed. Dus als je echt iets hebt waarvan je denkt van, hey, dit is uniek in Nederland of in heel Europa, dan zou ik zeker zeggen van, schrijf je in.